Oké, goed dat je kijkt. Mijn naam is Kevin. Op dit kanaal leg je alles uit omtrent het daytraden op de Amerikaanse beurs. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt. Ik ben te druk bezig geweest met mijn eigen trading, maar ook gewoon met de mensen die in de masterclass zitten. En ook gewoon wat andere dingen die ik moest doen. Dus het was gewoon iets te druk om video's te maken. Dus excuses. Het is volgens mij alweer anderhalve maand geleden dat ik een video heb geplaatst. Ik heb de setup ietsje veranderd. Of de manier van video's maken ook eventjes wat veranderen, zodat het wat makkelijker en toegankelijker is voor mij om video's te maken. En dan kan ik dus ook wat vaker wat uploaden. Vandaag gaan we een aandeel bespreken of een trade bespreken die gisteren is geplaatst. Heel veel mensen denken dat ik alleen maar dure aandelen trade. Facebook, Apple, eigenlijk dat vaste groepje. Dat is ook iets wat ik eigenlijk wel, dat groepje hou ik ook wel iedere dag in de gaten of een deel van het groepje. Maar met regelmaat eigenlijk trade ik ook gewoon goedkopere aandelen. En in dit geval was dat het aandeel INO. En dat is een $10 aandeel. Dus op zich, ik trade op zich wel alles, zolang er maar een setup is. Dus blijf even plakken na de intro. Tot na de intro en dan ga ik uitleggen waarom we deze getrade hebben. Oké, INO, dat was eigenlijk de play of de trade van gisteren. Ik had gisteren maar één trade geplaatst, want er waren wat problemen met het softwareprogramma. Maar goed, soms heb je ook maar één trade nodig en that's it. Ik had een plan gemaakt, of in ieder geval, ik had in de watchlist, wat ik altijd doe iedere dag, is eigenlijk een watchlist maken. En bij INO had ik gezegd, oké, het is een second day runner. Gisteren was een enorme run, of dus, dat was dus maandag, enorme run na een breakout patroon. Die had ik gemist, maar gisteren dus, dinsdag, was het volume in de pre-market was echt hoog. Dus ik verwachtte eigenlijk een tweede run. En dat ik alleen interesse heb in een breakout. Dus ja, we traden verschillende patronen, of ik traded verschillende patronen. En op dit specifieke aandeel wilde ik puur en alleen een breakout zien. Nou, wat is een second day runner? Nou, een second day runner is eigenlijk dat een aandeel, of is eigenlijk meer een concept eigenlijk. Op het moment dat een aandeel een run heeft gemaakt de vorige dag, op relatief hoog volume. Vaak is dan de tweede dag, de second day, ik kan ervan uitgaan dat het aandeel, als die ook weer volume oppakt in de pre-market, dat die het nog een keer een run maakt. Dat betekent niet dat je gelijk vanuit de markt open direct long moet gaan, omdat je denkt van nou, hij zal wel een tweede run maken. Je moet uiteraard altijd wachten tot er een patroon voorbij komt, waardoor dus inderdaad die second day bevestigd wordt. Nou, dus de first day, dat was dus de dag die ik uiteindelijk gemist had, dat is deze dag, hè, dat was dus maandag. Nou, best wel wat volume. Niet extreem zoals op deze dagen, maar hij was in play. Dus maandag was hij in play. Nou, wat voor reden ook, ik weet niet, ik heb het niet gezien, ik heb er niks van meegekregen. Maar het viel me wel op aan het einde van de dag dat dit aandeel in play was. Dus nou, de volgende dag, op de dinsdag, kijk gewoon naar de pre-market. Nou, op de pre-market waren best wel wat shares verhandeld, dus er was veel volume in de pre-market. Nou, dat is eigenlijk signaal nummer 1 van hey, we hebben een aandeel wat redelijk sterk was de vorige dag. De tweede dag is er nog veel volume in de pre-market. Hoogstwaarschijnlijk komt er nog wel even een tweede run op de dag van vandaag. Dus dat is deze dag. Hè. De grafiek staat op de daily. Dus dat was in ieder geval het plan dat ik dacht van oké, dit is de reden waarom INO op de watchlist staat. Dat aandeel toevallig wat goedkoper is, nou, dat maakt op zich niet uit. Ik kan gewoon in feite alles traden, zolang maar de setup is. Nou, een aantal andere dingen die mij opvielen van INO en die ook wel belangrijk zijn, is de float. De float is 73 miljoen. Dat is een relatief kleine float, dus daar moet je altijd een klein beetje rekening mee houden. Op het moment dat iets een kleinere float heeft, dan heeft het niet heel veel buying pressure nodig of heel veel buyers nodig om een beweging te maken. Dus op het moment dat er eigenlijk veel volume binnenkomt, veel buying volume, en de float is klein, dan is de move redelijk agressief. Ja, dus waarbij een grote float misschien een 10 cent move zou maken, zou een kleine float zou in één keer op een beetje op dezelfde
wij ze misschien 30, 40 cent move maken. Puur omdat de float klein is. Nou, wat is de float? De float is gewoon het beschikbare aantal shares wat te traden is op de open market. Dus hoe kleiner dat getal, hoe minder er beschikbaar is. Dus dan is die vraag aanbod gaat heel snel uit balans, waardoor de prijs in één keer hard omhoog kan gaan. Dit is nog niet een extreem low float. Wat echt extreem is, bijvoorbeeld een 10 miljoen low float of een 10 miljoen float. Ja, je kan die traden, maar ik probeer zelf wel een klein beetje weg te blijven van dat soort aandelen. Want hoe kleiner de float, hoe makkelijker het ook is om het aandeel te manipuleren. Maar ik denk 73 miljoen op zich prima. Het is een klein aandeel, dus een kleine prijs. Dus op zich de setup, of in ieder geval het eerste plaatje, zeg maar, was gewoon prima om in de gaten te houden. Dus dan gaan we kijken naar de intraday chart. En dat is op de minuut. Ik trade zelf. Ik hou meerdere tijdframes in de gaten, maar de minutenchart is waar ik de entries op bepaal. Wat ik zojuist ook al zei, het laatste wat je wilt doen is op het moment dat je nu denkt van oké, het is een secondary runner, moet gelijk bij de eerste beste break over de pre-market high, dat je daar long gaat. Het is een beetje de gap and go strategie volgens mij, zoals ze die noemen. Ik doe dat totaal niet. Ik laat altijd het aandeel gewoon eerst eventjes, zeker een breakout, ik laat het aandeel eerst even settelen, gewoon even tot rust en dan kijken voor een patroon. Dus dit was niet de play wat ik had gedaan. Waar ik zelf naar aan het kijken was, was eigenlijk op het moment een soort van flag break. Dus wat je hier zo ziet is van hij creëert een high op de high of the day. En waar ik zelf naar zat te kijken is van oké, hij treedt heel even onder VWAP. Wat vaak gebeurt is heel veel mensen hebben een stop los. Mensen die long zijn, die hebben een stop los wel vaak onder de VWAP. Dus op het moment dat het aandeel heel even onder de VWAP belandt, en dat gebeurt dus hier, die oranje lijn, dan gaan er wat stoplosses af. En dan weet je ook gewoon dat iedereen die vanuit de eerste run long is, die zijn er hoogstwaarschijnlijk uit. Dus op het moment dat jij dan de volgende breakout wilt treden, dan wil je in ieder geval voor zorgen dat je niet met een hele hoop andere mensen al in de play zit, zeg maar. Dus hier zo kon je er enigszins van uitgaan dat de mensen die hier de ding achterna gejaagd hadden over de pre-market high, dat die eruit zijn, want die plaatsen je stop los. Want dit is gewoon een signaal om even stop los te verplaatsen. Nou, waar zat ik dan vervolgens naar te kijken, is om eigenlijk die break te traden. Ja, je ziet hem hier zo. Ik zal even wat dingetjes verwijderen. Zo. Je ziet hem eigenlijk hier zo support creëren, waardoor je eigenlijk een soort van wedge krijgt. En wat dit doet is hij creëert een kleine stop tegelijkertijd. Dus je plaatst hier je level op de support wat hier gecreëerd is, intraday support. En als je wat verder uitzoomt, dan is dat ook prima, zijn dat ook pre-market levels. Dus dit, volgens de high of the day, is natuurlijk de eerstvolgende resistance. En dit is de flag break. Dus dit is je entry. Ik kan even hier. Zo. Dus in dit geval voor mij was dan, hij pakt hier zo support. Dit is de flag break. Je hebt je entry. En dan heb je te maken met ongeveer een 10 cent stop. Nou, dat is in feite prima. We hebben een 10 cent stop op een aandeel wat $10 is. Nou, je eerstvolgende punt waar je enigszins problemen gaat krijgen is de pre-market, of is de high of the day. Dus dat is altijd een punt waar je moet denken van oké, dat is een resistance punt. Dus dat is van punt 74 naar punt 90. Dus dat is ongeveer een anderhalve risk unit. Of anderhalf, 1 op anderhalf aan risk reward, sorry. Op het moment dat je er daar doorheen breekt, eigenlijk dan ga je richting je targets. Hè? Dus dat je 1 op 2 treedt, 1 op 3 is afhankelijk van wat je treedt. En je ziet op een gegeven moment dat eigenlijk, als je puur kijkt naar de risk reward dat ding heeft gegeven. Dus je risico, dus waar je je stop zet, dit is je risicogebied. En uiteindelijk, zeg maar, is de run die gemaakt is dit. Tuurlijk tik je niet de top aan, dat is eigenlijk nooit het geval.
Maar dit zijn wel trades die je wilt zien. Je wilt trades zien met een hoge risk-reward of waarbij de risk klein is en de reward is groot. En dat was bij INO het geval, behalve dat je dan door de... Het enige wat je moeite mee had is dus door die high of the day heen breken. Nou, wat was die high of the day? Die high of the day was dit level. Ik zat voor even een ander kleurtje geven. En als je kijkt op de dagelijkse chart, dan was dat de yesterday high. Ja. Dus dat als je kijkt op de daily, dat iedere candle een daily is, of iedere candle een dag is, dan was dit het level. Dus op het moment dat dat doorbrak, dan had je ook gewoon ruimte voor een move. Ja. Want het eerstvolgende resistance wat je dan eventueel tegen zou komen, ja, dat is waarschijnlijk hier zo. Nou, daar is hij niet in de buurt geweest, maar dus in feite heb je veel ruimte. Op het moment dat als dit breekt, dan heb je veel ruimte. Dus de daily chart zag er ook goed uit, ja, naar mijn mening. Dus ja, kort samengevat, het is eigenlijk gewoon een flag breken. De setup is hier zo, je entry ligt hier, je stop los ligt onder de laatste support. Probeer een kleine stop te creëren. Betaal jezelf eventueel een deel op het moment in resistance of verplaats je stop. Als je eerst volgende resistance en dan eigenlijk gewoon betalen op targets. Hè? Dus 1 risk unit, of 1 op 1, 1 op 2, 1 op 3, afhankelijk van wat je treedt. Ik wil voor mezelf altijd minstens een 1 op 2 risk reward zien. En dat was ook op dit aandeel ook het geval. Dus dit was eigenlijk de one and only trade gisteren, omdat daarna vielen de charts uit. Daarna viel de TC2000 had issues. Dus het was een korte ochtend gisteren. Maar soms heb je, soms heb je ook maar één trade nodig om de dag te maken. Dus ik hoop dat iedereen hier wat van heeft kunnen leren. Een aantal punten is eigenlijk gewoon het patroon. Kijk er eens naar dit patroon. Kijk eens wat float eventueel doet met de beweging. En nogmaals, ik trade voornamelijk wel wat duurdere aandelen. Maar ook als er een fatsoenlijk patroon is op een goedkoop aandeel, waarom zou ik het niet traden? Dus als je zoiets hebt van ik vind die grote aandelen niet prettig. Je kan gewoon precies dezelfde dingen doen op grote aandelen. En die kun je ook gewoon doen op kleine aandelen. Dus dat maakt in feite niet heel veel uit. Dus ik hoop dat iedereen wat geleerd heeft. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, laat ook even weten wat jullie getraind hebben de afgelopen periode. Gisteren of eergisteren. En ik zal beloven wat meer video's te gaan maken de komende periode. Dus tot de volgende.